Temperatuur. Temperatuur kun je bepalen met een thermometer. En op zich moet je kunnen aanvoelen wat voor een thermometer dit is. Die gaat van 34,5 tot en met 42, maar dat zie je niet precies. Dus die is geschikt voor de lichaamstemperatuur te bepalen. Dat is een thermometer, bestaat uit een drietal onderdelen. Je hebt altijd een opslagplaats, dat is het reservoir, het glazen bolletje hieronder. Een buisje waarin kwik in dit geval stijgt, dat is de stijgbuis. En je hebt een schaalverdeling, dat zijn zeg maar de streepjes. Dus we hebben drie onderdelen: het reservoir, stijgbuis en de schaalverdeling. Nou, het meetbereik, moet je ook weten wat dat is. Stel je voor, hij is van 34,5 tot en met 42 graden Celsius. Dan is het meetbereik van die 34,5 tot en met 42, 7,5 graden Celsius. Nou, de kwik is giftig, de dampen daarvan, dus dat mag al een tijdje niet meer in thermometers zitten. Dus die vallen, je ademt het in, de dampen, dan is het giftig. Dus tegenwoordig zit er alcohol in, dat is doorzichtig, dus wordt er wel een kleurtje aan toegevoegd. En een voordeel is, kwikthermometers kunnen maar tot min 39, want dan stolt het, terwijl alcohol bij min 114 graden gaat stollen. Dus je kunt heel lage temperaturen meten met een alcoholthermometer. De bekendste schaal is die van de Celsius, Zweedse meneer Anders Celsius. Nou, wat had hij bedacht, wat zo handig was? Hij had smeltend ijs en tijdens het smelten bleef de temperatuur constant, daar zette hij 0. Hij liet het koken en de kwik steeg en op een gegeven moment stopte het met stijgen tijdens het koken, daar zette hij een streepje, dat noemde hij 100. Dan verdeelde hij de afstand tussen 0 en 100 in 100 gelijke delen. En uiteindelijk ging hij nog een schaal maken onder 0. Dus hij maakte gebruik van het vriespunt van water en het kookpunt van water door dat 0 en 100 te noemen. Eigenlijk andersom, 100 en 0, maar later vonden ze dat handiger dat ze dat toch hebben omgedraaid. Nou, nu moet je ook de temperatuur kunnen bepalen die deze thermometer aangeeft. Je kunt waarschijnlijk wel schatten dat dat, als dat 0 is en dat 100 rond de 20 graden Celsius is, maar je moet het vrij nauwkeurig kunnen bepalen. Je kunt de afstand meten tussen 0 en 100 graden Celsius. Dus je pakt een geodriehoek en je meet de afstand. 52 mm heb ik hier. En de alcohol staat 13 mm boven de 0. Dan kun je als volgt uitrekenen wat de temperatuur is. Eigenlijk net als met procenten. Je hebt 13 52ste deel. Omdat je 100 graden hebt, 100 graden Celsius, moet je hem een keer 100 doen. Dus 25 graden Celsius is de temperatuur. Kan ook anders. Dat je zegt, 52 mm, het hele stuk, komt overeen met 100 graden. Dan ga je naar 1 mm. Dan deel je die 100 door 52 dus. En dan krijg je 1,92. En dan doe je hem keer 13, die ook keer 13. En dan kom je op 25 graden Celsius uit. Nou, je kunt iets veranderen, het reservoir. Of je kunt de breedte van de thermometer veranderen. Eens kijken wat er gebeurt. Stel je voor, je hebt een dikkere stijgbuis. Dus dit is de stijgbuis en je maakt hem dikker. Dan kun je je voorstellen dat alcohol of kwik niet zo snel stijgt als het warmer wordt. Dus dat is niet zo nauwkeurig. Een dunne stijgbuis is nauwkeurig. Want als het een beetje warmer wordt, gaat hij direct ver omhoog. Kun je nauwkeurig de temperatuur aflezen. Je kunt ook het reservoir vergroten. Zie je onder zien een groter reservoir dan daar. En als het warmer wordt, dan zal dat meer kwik of alcohol uitzetten. En dan stijgt hij ook sneller bij een groter reservoir. De gevoelstemperatuur nog tenslotte. Stel je voor, het is min 5 graden Celsius en het waait nogal hard, 45 km per uur. Dan voelt het aan als min 24 graden Celsius. En het komt dat het laagje warme lucht op je huid, tussen de haartjes zit, dicht bij je huid, dat wordt weggeblazen en daardoor koel je heel erg snel af.